de look of the day. We hebben eigenlijk een soort van borrel met z'n allen. Good morning. I love it. Is dat te sexy? Of kan dit wel? Bespottelijk. Hallo allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe vlog. Vandaag is het zonnig. I love it. En het is vandaag dinsdag, denk ik. Ja. En ik ben lekker aan het koken. Ik ben een pokeball aan het maken. Ik ben eigenlijk niet één pokeball aan het maken. Ik ben er twee aan het maken. Want er komt er zelf iemand eten. Dat in deze warre tijden. Jawel. Ik ga dus ook even lekker een muziekje opzetten. Lekker chillen. Ik heb net een wierookje aangezet. Ik heb deze week trouwens ook meegedaan aan een meditatie. Ja, ik dacht bij het woord wierook meteen aan meditatie. Ik heb meegedaan aan een world meditation. Ik moet zeggen dat ik iets te laat intunde. Dus ik heb vooral het einde meegekregen. Nou, echt een top verhaal dit. In ieder geval wilde ik jullie laten zien dat ik dus eindelijk die hele chille outfit aan heb. Deze outfit, die heb je kunnen zien in mijn 10 outfits to stay at home with looks, kinda. Ik weet niet waarom ik het spannend maak. Maar anyway, ik heb dus deze outfit aan. En hij voelt echt prettig, weet je dat? Prettig, een beetje sexy ook wel. Ik vind het leuk. Ik heb deze ketting nog erbij gedaan. Die is van Ana Luisa. En ja, helemaal leuk. Nou, hier gaat het ook goed. Het knettert alleen een beetje. Aan mijn pan kun je zien dat ik altijd alles laat aanbranden. Dus misschien is het tijd dat ik de rest klaar ga maken. Ik moet een beetje opschieten, denk ik. We hebben hier alle onderdelen. En oké, ik moet opschieten. And it's done! Alleen de kip moet er nog op. Ik vind dat het echt zo goed gelukt is. Oh my god, I'm happy. Goedemorgen guys, vandaag is het donderdag geloof ik. En ik dacht, ik ga jullie eventjes meenemen in een echte quarantine day. Wauw. Normaal zijn mijn dagen niet zo bright. Het is wel mooi weer buiten, dat is heel erg chill. Maar aangezien ik deze dagen niet zo heel gek veel doe, dacht ik, ik ga jullie gewoon eventjes een soort van daily routine meegeven. Nou, dat begint natuurlijk met mijn bed opmaken. Dus dat is wat we eerst gaan doen. Zo, voor iedereen die zich afvraagt of ik dit altijd precies op deze manier opmaak. Ja, eigenlijk wel. Super boring. Maar oké, we gaan door naar het andere gedeelte van mijn spannende huis. En dat is natuurlijk deze hele area waar ik mijn make-up doe. Trouwens, ik heb geen idee hoe ik eruit zie op beeld. Want ik heb dus echt alleen maar een handdoekje om. Is dat te sexy? Of kan dit wel beter? We beginnen natuurlijk met een lekker theetje. Voor iedereen die benieuwd is wat ik op dit moment gebruik. Dit is de Collagen Nutrition Emulsion van It's Skin. Dat is eigenlijk het tweede dat ik gebruik. Want ik heb net ook al van Clinique een product op mijn gezicht gesmeerd. Vast onderdeel van mijn morning routine is voice notes uitwisselen met Whitney. Dat is een goede vriendin van mij. Die woont in Costa Rica en in Londen. Op dit moment is ze in Costa Rica bij haar familie. Maar wij starten dus op deze manier onze dag. Good morning. Dit is zij trouwens. Good morning, buenos dias. I am not like you with my voice, but I try, I try. Ja, want ik stuur haar dus ook elke ochtend prachtige berichten. Die ik jullie natuurlijk ook gewoon niet kan onthouden. Dat gaat ongeveer zo. Good morning, good afternoon. Hello babe. I hope you are doing very well. Well, today is not sunny in Amsterdam. Today is not sunny in Amsterdam. Dat was gisteren. Vandaag is het wel enigszins zonnig. Maar waar het natuurlijk allemaal om gaat is dat ik dus, iets te doen heb. Elke dag. Naast thee drinken. Oh, by the way, misschien is het ook leuk om deze vraag even te beantwoorden. Wanneer heb jij jezelf voor het laatst uitgedaagd? Dat is de vraag die Pickwick vandaag aan mij stelt. Ook een hele belangrijke vraag. Wanneer heb ik mezelf voor het laatst uitgedaagd? Nou, ik denk dat dat
Hey, ik denk dat dat eergisteren was, toen ik een pokeball ging maken. En dat is nog gelukt ook. Ik ben eigenlijk heel trots op mezelf. Maar goed, ik ga mezelf dus nu even klaarmaken. En dan zul je misschien afvragen, ja, maar waarvoor dan? Nou ja, gelukkig heb ik dus nog steeds een soort van een leven. Misschien is het leuk als ik jullie wat van de producten laat zien die ik hier heb staan en die ik graag gebruik. Dan heb ik jullie ook gewoon nog echt wat te laten zien. Nou, dit is dus mijn theetje. Ligt ook een pen naast, gewoon omdat het kan. Het is trouwens een hele leuke pen. En, oké, dit is mijn make-up. Hiervan gebruik ik een en ander, maar niet alles. Echt een supergoed verhaal. Dan heb ik deze laatst volgens mij aan jullie laten zien. Die is van Jo Malone. Dit is een handlotion en een lekkere eau de cologne. Nou, dan gebruik ik heel graag producten van Love Beauty and Planet. Dove is echt mijn go-to deodorant. Dan hebben we hier nog wat gezichtsproducten en een body scrub. Dit is een crème die ik heel graag gebruik. Verder staan hier heel veel bits and pieces die ik helemaal niet gebruik. Behalve trouwens deze van Le Labo. Dit is echt zo'n heerlijke geur en die is speciaal voor mij gemaakt. Althans, het label is voor mij gemaakt, voor Larissa. En deze heb ik al sinds 2018, zie ik nu. Maar echt heerlijk, another 13. Dan staan hier nog wat gezichtsproducten. Eigenlijk vooral omdat ik ze mooi vind. En nou ja, ook omdat ze heel fijn zijn. Maar ik gebruik ze niet heel vaak. Deze heb ik nog nooit gebruikt, want dat zijn pareltjes. En dat vind ik gewoon, ja, dat vind ik gewoon zo leuk om hier, om hier te hebben staan. Dat ik het gewoon niet eens wil gebruiken. Dan heb ik hier van Becca een aantal producten staan. Dat zijn namelijk allemaal highlighters en daar hou ik echt enorm van. Van Aveda een haarolie. En dan hier nog wat lekkere beautyproducten. Ook parfummetjes. Hier al mijn parfummetjes. Ik heb net deze opgedaan trouwens. Daar hou ik enorm van. En dan hebben we hier allerlei lipsticks. Nou, dat was even heel random tussendoor. Dan gaan we nu weer verder met make-up. Tijdens het doen van eyeliner kan ik trouwens niet praten. Dat heb ik wel eens geprobeerd, ook in video's. Maar het levert me altijd een scheef oog op. Dus dat moet ik eigenlijk gewoon nooit meer doen. Ik zal anders een muziekje opzetten. Wat zonde, ik wilde zo graag thee. Ja, nee, te stoffig. Nee. Even een beetje shaper. Een beetje shaper. Oh, wow, shaper. Oh, wow, shaper. Ik weet niet waarom ik het leuker probeer te maken dan het is. Want het is gewoon. Het is gewoon een beetje veegjes maken over jongetjes. Daar is het. Daar is alles. Ik hoop dat jullie het kunnen zien trouwens. Ik heb echt zo geen idee. Van wat er nu wel of niet op beeld staat. Ik heb trouwens ook nog geen lenzen in. Ik heb het gevoel dat ik helemaal nog niet leef en zo. Dat is echt heel spannend allemaal. Ik heb die eyeliner serieus zo snel gedaan. Dat kan gewoon bijna niet goed zijn gegaan. Maar we stoppen ermee. We houden er weer mee op. Ja, dit is hem. The look of the day. Waar we helemaal niks mee gaan doen. Grapje. Ik heb wel plannen. Ik heb echt plannen voor vandaag. En plan 1 is om opnieuw thee te zetten. Ben ik scherp trouwens? Wel scherp van geest hoor, trouwens voor iedereen die denkt van, gaat het allemaal wel lekker? Ja. Het is inmiddels ietsjes later op de dag en we zijn op de volgende locatie aangekomen. Namelijk in mijn kledingkast. En ik ga jullie eventjes hier neerzetten, zodat we wat dingen kunnen gaan doen. Spannend hoor. Oké, we zijn hier omdat ik eventjes mijn was moet gaan terughangen en terugleggen en opvouwen en weet ik het wat allemaal. Oh, wat een heerlijk bestaan. Normaal film ik dit soort dingen echt helemaal niet. Maar ik weet dat er wel heel veel volgers en kijkers zijn die juist van dit soort beelden houden. Omdat het natuurlijk wel heel herkenbaar is, want dit doet iedereen op een dag. Normaal gesproken. En nu al helemaal. Nu doet iedereen dit. Ik heb trouwens geen idee of jullie me echt heel goed kunnen zien. Want ik film nu eventjes met een camera waarbij ik zelf totaal geen beeld heb. En totaal het frame niet kan zien. Dus ik weet niet wat er wel of niet op beeld staat.
naar scène 4. Ik zeg het alsof het alleen maar spannender wordt. Misschien wordt het dat ook wel een klein beetje. Heb ik hem trouwens aangezet? Ja, hi. Scène 4 dus. Ik heb een nieuwe spot gevonden voor mezelf. De spot is echt, het is niet echt on the spot. Want het is bespottelijk dat ik op deze spot mezelf ga spotten. Nee, dat sloeg helemaal nergens op. Wat ik probeer te vertellen is dat ik tegenwoordig heel graag hier zit. Aan de hoek van mijn bank. Op de grond. Met de bank als tafel. Of eigenlijk mijn chaise longue als tafel. Zodat ik lekker kan werken. Ja, dat doe ik dus hier tegenwoordig. Ik weet niet waarom, maar het zit zo lekker. Dus ik ga nu eventjes een videootje editen. Dat is de vlog die nu al online staat. Dus zeg maar de vorige vlog ben ik nog aan het editen nu. Op dit moment. Time traveling. Ook gewoon allemaal mogelijk tijdens deze dagen. Jawel hoor. Maar wacht, waar is de hallo vandaag deze week? Is het welke week? Hoezo heb ik geen opening van mijn vlog? Hallo allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe vlog. Vandaag is het woensdag. Oeh, ik heb al 2 dagen niet gevlogd. Meen je? Je doet geen reet. Je hangt alleen maar aan je bank, jij. Hè? We hebben genoeg gezien, denk ik. Zijn we allemaal een beetje impressed van hoe ik thuis leef? Ja? Oké, top. Ik wil naar buiten toe. Weet je dat ik trouwens laatst 3 mensen tegenkwam? Op straat, of eigenlijk niet op straat, maar in de winkel. Nee, gewoon in het leven, zeg maar. In het leven. Oh, dat klinkt alsof ik een leven heb. Maar goed, ik kwam dus 3 mensen tegen. En we hebben elkaar gegroet. Van een afstand. Geen eens zo'n elleboogbox gegeven. Maar gewoon, hey, alles goed? Ja, ja, gaat goed. Naar omstandigheden. Dat je ook denkt van, nou ja, naar omstandigheden. Dat klinkt dan meteen weer zo overdreven. Maar aan de andere kant is het ook weer helemaal niet overdreven. Want kijk maar nou hier zitten. Anyway, ik heb dus 3 mensen gezien. Die ik niet per se wilde zien. Maar die ik toch tegenkwam. En ik vind dat toch wel bijzonder. Hi guys, vandaag is het zaterdag en ik heb vandaag een videootje voor jullie opgenomen. Die moet volgens mij nog online komen. En net even lekker gechilled op mijn balkon. Heerlijk, het is echt best wel lekker weer eigenlijk. Ik had jullie graag ook meegenomen naar het balkon, alleen zit iedereen op het balkon. Dus ook al mijn buren en ik heb straks een houseparty. Dat is dus via de houseparty app. Dan kan je dus met meerdere mensen tegelijkertijd soort van skypen. Dus dat ga ik met vriendinnen doen. We hebben eigenlijk een soort van borrel met z'n allen. Dus ja, dat ga ik niet op mijn balkon doen. En dat de hele buurt dan meeluistert naar al dat gekibbel van 10, 12 meiden. Maar goed, ik ga dus nu de houseparty app even openen. Het lijkt echt net volgens mij alsof ik reclame maak voor de houseparty app. Want ik heb het er echt al zo vaak over gehad. Allee, dat ga ik dus doen. Ja. Oké, we zijn inmiddels van houseparty naar Zoom gegaan. Aangezien houseparty toch niet helemaal goed werkte. Waarschijnlijk hoor je nu ook een heel irritant geluid. Wat is dat? Marleen, ben jij dat? Nee. Wie is dat? Het is net alsof de gitaar aan het spelen is. Nou, de techniek laat de wensen over. Maar goed, meiden, willen jullie mijn vlog voor me afsluiten? Ja, wat horen jullie dan? Oké. Okay. Ja, wat moeten we doen? De camera is op jullie gericht. Jullie weten hoe dit werkt, toch? Ja. Allemaal door elkaar. Een duimpje omhoog. Jullie lopen vast. Wacht. Ik hoor niks meer. Dit is de slechtste afsluiting die jullie ooit hebben gezien. En het ligt niet aan de meiden, het ligt aan de techniek. Verschrikkelijk dit. Hey! Hey! Dat was echt de perfecte afsluiting, Not. Ik heb niks gehoord. Chrissy, jongen. Je bent echt undercover. Je moet liken, je moet abonneren, je moet een reactie aanlaten. En schenk vooral nog een wijntje in. Yay. En schenk vooral nog een wijntje erin. Nee, we scheten er een wijntje in. Ik neem drift. Chrissy aan de drift. Oké, heel erg bedankt voor het kijken. Doei! Doei! Oh ja, dat toch.
doe het super depri. Maar jongens, het gaat eigenlijk echt heel erg goed. Ik vermaak me echt heel erg prima. Ik hoop jullie ook. Ik hoop dat deze video daar ook bij helpt. Even zo duimpje omhoog. Vergeet niet om een leuke reactie achter te laten en te abonneren. Hey, ik heb het gewoon nog een keer gezegd. Dat komt sowieso nu aan het einde van mijn video. Later!